Als ik druk ben met mijn werk of in stress door het hele leven, dan kan ik een beetje in de schat naar de fotografie gaan. We lopen naar het museum van de fundatie in Zwolle. We gaan een paar foto's maken van het museum. Het is een hele mooie, bijzonder gebouw. Wat ik bijzonder vind in architectuurfotografie is de lijnen. Wat staat bijzonder in het gebouw zelf? Hoe is het gemaakt? Met fotografie begon ik ongeveer 5 jaar geleden. Toen ben ik verhuisd van Brazilië naar Nederland. En ik had veel vrije tijd en ik moet eerst iets te zoeken waar kon ik mijn tijd investeren en mijn energie investeren. En dat was de mooie manier wat ik vond om het land leren kennen door te reizen. Dat heeft wel mij geholpen eigenlijk met integreren hier in het land. Ik probeer een beetje een stukje van de stad te zien achter de glazen. Wat ik leuk vind om te doen is even de trein pakken, ergens naartoe gaan in een kleine plaatsje te ontdekken, een nieuwe stadje te ontdekken. We gaan nu naar Kampen. Ik wacht dat ik word verrast daar. Ja, wat bij mij snel opviel is dat is veel aandacht in Nederland van de randstad, van de grote steden. En mensen vergeten ook dat in oost van Nederland, dat de rest van alle gebieden van Nederland zo mooi zijn ook. Er zijn zo mooie steden hier en mooie dorpjes die je kunt bezoeken. Ik ben aan het kijken waar we zullen gaan naartoe. Dus ik denk hier als wij hier recht doorgaan, dan naar rechts komen wij naar het centrum. Door de fotografie ben ik door het hele land gereisd. Door de fotografie ken ik mensen, kom ik in contact met mensen die hetzelfde dingen doen als ik.